We hadden natuurlijk altijd de frontmaaier en de oprapwagen. En in het verleden zijn ook veel mensen daarop afgehaakt, omdat het behoorlijk arbeidsintensief is. Wij bij Lely hebben de gedachte doorgepakt, zeg maar, om vers grasvoeren toch wat minder arbeidsintensief te maken. En door middel van een autonoom systeem. En nou, zie daar Lely Axles. Het principe werkt heel simpel. De machine rijdt naar het land, maait een bepaalde hoeveelheid, rijdt autonoom terug naar de stal, voert het gras, rijdt naar de lader en staat in principe weer klaar om de volgende opdracht te krijgen. Tijdens het maaien kunnen we ook kunstmest toedienen, zeg maar. Achter de maaibalk brengen we dan de kunstmest aan. En dat past mooi in het systeem. Dus je hebt eigenlijk in één werkgang die twee bewerkingen afgewerkt. Om vers gras goed te kunnen benutten heb je natuurlijk ook de rest van je rantsoen nodig. En zeker in combinatie met de vector, waarbij je kleine porties rantsoen voert in combinatie met het vers gras, gebruiken we de voerhoogtemeting van de vector eigenlijk om ook het gras en het rantsoen met elkaar in de juiste proporties te blijven voeren. Dus op die manier zorg je eigenlijk dat die koe toch een mooi evenwichtig rantsoen met vers gras binnenkrijgt. De Axles is gebouwd, echt ontwikkeld voor het vers gras voeren. Dat betekent dat we een machine gemaakt hebben die een heel laag eigen gewicht heeft. En die ook nog eens op brede en lage drukbanden staat. Waardoor dat je het benodigd vermogen, zeg maar, voor het aandrijven van de machine laag is. Maar van de andere kant, zeg maar, dat je een machine hebt die ook ontzettend weinig effect of weinig impact heeft op de bodem. En dat maakt dan ook dat je zowel vrij vroeg in het voorjaar kunt starten met het maaien. En heel laat kunt ophouden. Het is een elektrisch aangedreven machine, dus na elke rit moet hij ook bijladen, zeg maar. Dat gaat vrij snel. Het vermogen wat je verbruikt is ook laag, zeker in vergelijking met een trekker met frontmaaier en oprapwagen. Deze machine is vooral geschikt voor bedrijven die toch een behoorlijke huiskavel hebben. En waardoor de Axles, zeg maar, wel echt door het jaar heen ook voldoende gras kan halen om alle koeien te voeren. Dus we zijn nu vooral ook bezig met de hele organisatie, zeg maar, erachter ook op te tuigen. En om de stappen, nog meer stappen te zetten met de Axles richting marktintroductie. Ja, dan zal de tijd leren wanneer we daar klaar voor zijn. En dan zullen we de stappen richting de markt zeker zetten.